Hoi, ik ben Ruud. Ik ben monteur bij Scania Alkmaar. En ik ga jullie een dagje meenemen in het leven van de monteur. Dus kom mee. We komen zo binnen, we zeggen elkaar gedag. We gaan een lekker bakje koffie nemen in de kantine. We hebben eerst DFU, dan gaan we de zaken van de dag ervoor bespreken, wat er wel en niet goed ging. Ja, na de DFU krijg je de werkoverdracht. Dan krijg je van je teamleider, die geeft jou een werkorde, die neemt het met je door, zodat het duidelijk is wat de bedoeling is, wat er van je verwacht wordt. Ik heb juist een werkorde gekregen van mijn teamleider. Het gaat om dit voertuig. Die heeft een storing in het remsysteem. Die gaan we nu even uitlezen en kijken wat het voertuig aangeeft. We hebben een beetje een richting waar we kunnen zoeken. De vrachtwagenmonteur is eigenlijk een heel divers vak. Elke dag kan anders zijn. De werkzaamheden waar wij ons mee bezighouden zijn onderhoud, reparatie, storing zoeken, APK, tacho, eiken en ombouwen. Dit is wat het leuk maakt voor mij en daarom ga ik elke dag met een lach te werk. Ik loop momenteel met 10 monteurs, en, leerlingmonteurs, volwaardig monteurs, dat is het allemaal. Scania biedt ook heel veel leermogelijkheden. We hebben heel vaak een leuke sfeer. Iedereen denkt om elkaar, iedereen houdt rekening met elkaar. En de grapjes kunnen gemaakt worden, dat hoort er ook bij vind ik. Je moet een beetje lol hebben in je werk. In de werkplaats is veiligheid zeer belangrijk, daarom gebruiken we altijd de juiste hulpmiddelen daarvoor. Een Scania-monteur is iemand die gedreven is, door wil leren en geen 9 tot 5 mensen de tijd heeft. Voldoening haal ik uit als je onderweg bent met een chauffeur en die staat stil, die kan geen kant meer op. Vervolgens kom jij aan, je repareert het voor die klant en de klant is weer helemaal blij. Dan is mijn dag wel gemaakt. Dit was het dag in het leven van een Scania-monteur. Zie jij dat nou ook zitten? Kijk dan op werkenbijscania.nl.